One time, yeah, two times. Morning peeps, ik ben vandaag niet aan het vloggen. Het is ook geen morgen. But I really wanted to share this with you guys. Ik ben net bij de Action geweest, zoals jullie kunnen zien. En ik heb daar iets gekocht en dat wil ik heel graag met jullie delen. Het gaat ook echt om 4 specifieke dingen, niet om de rest wat in deze tas zit. Dus dat is ook niet relevant. Ik ben zo enthousiast hierover, ik kan het gewoon even niet aan. Ik liep gewoon een rondje, ik kwam daarvoor 4 verschillende dingetjes geloof ik. En toen stuitte mijn ogen op dit en natuurlijk verpakking. Met een mooie verpakking heb je mij gelijk om. Ik keek ernaar, ik rook eraan en ik dacht... Dit gaat mee. Dit zijn dupes van... ik weet niet hoe dat echte merk heet. Maar jullie kennen het waarschijnlijk wel. Het is precies zo'n flesje met dan in het zwart volgens mij het merk erop. En dan, I don't know. In ieder geval, het is douchegel met heel veel verschillende geuren, kleuren, et cetera. Ik heb hier alle 4 de editions die de Action verkocht. En dat zijn de volgende. Tropical Mango Passion Fruit. Ja, dit is gewoon heerlijk. Dan hebben we ook Sweet Banana Strawberry Smoothie. Nou, ten eerste, kijk even naar de verpakking. Kijk naar de kleur. Hoor de naam. En dan moet je ook nog eens... Dan moet je ook die geur ruiken. Oh, voor maar €1,60 per stuk. €1,60. Relaxing lime en coconut milk. I cannot. Het is echt... Als ik jullie zeg, ik heb het al direct op mijn snap en op mijn Insta gegooid. Ga dit halen. Je wilt dit. Je hebt dit nodig in je leven. Het is spang. Je wilt lekker ruiken. Als laatste hebben we Frozen Peach and Raspberry Smoothie. Oh, echt. Ines belde me gelijk op toen ze mijn snap zag. Ze zei, Kiara, ga alsjeblieft terug naar binnen en haal het ook voor mij. Nou, ik heb het gedaan. Dus ik heb voor zowel Ines als mezelf alle 4 de kleuren. Alle 4 de soorten. En ik, ja... Sorry, ik ben gewoon obsessed. Dit soort dingen maken mij heel blij tegenwoordig. Also, kijk even hoe mooi mijn bloemetjes staan. I'm so happy. Also, lip update. Op sommige momenten met bepaalde lichtinval dacht ik dus van... Oh mijn god, het is bijna helemaal weg. Ik zie het niet, bla bla. Maar als ik dan zo op de camera kijk en als ik ook snaps van mezelf terugkijk... Zie ik het wel degelijk. Nou ja, mijn mijn touch-up is over een paar weekjes... En I'm very excited. Want ik krijg echt veel complimenten. En vooral mannen die tegen me zeggen... Ik zie dat je iets anders hebt in je gezicht. Dat ik denk... Normaal zijn jullie niet zo scherp. Maar apparently... They are now. Nou, dat was even wat ik met jullie wilde delen. Verder ga ik vandaag helemaal niks doen. Ik ga mijn vlog editen. Online gooien. Marie verrassen met wat ik voor haar heb gehaald. En... Ja, that's about it actually. Nou, good morning guys. Het is vandaag maandag. Ik heb echt tot 1 uur of 2 geslapen. En dat komt doordat Marie en ik de afgelopen week letterlijk... Nou, bijna iedere dag tot 1 uur of 5 in de ochtend wakker zijn geweest. Marie had tentamens en ik ging haar eigenlijk helpen met leren in de nacht. Omdat dat het moment is dat zij het meest oppikt. Dus ja, we hebben echt... Nou ja, slapeloze nachten gehad. Ons hele ritme was omgedraaid. Maar vandaag gaan we daar eigenlijk mee stoppen. Want vandaag was haar eerste tentamen. En later deze week heeft ze er nog eentje. Maar volgens mij zouden we nu dus stoppen met in de nacht opblijven. Anyways, ik heb dus super lekker geslapen net. Ik ben om 6 uur in bed gaan liggen. En ik heb echt tot 1 uur of, nou wat was het? 2 uur in de middag geslapen. Ik ga nu het huis opruimen. Ik had gisteren vrienden over de vloer. Die kwamen eten. We waren naar de Ajax-wedstrijd gegaan. En ik had een beetje afwas laten staan. Dus ik ga nu lekker opruimen en schoonmaken. Die was daarachter. Kan opgehangen worden of kan opgevouwen worden. Ik kan er nog eentje in doen. Vanavond ga ik met Sherily, met Rachel, mijn moeder, mijn oom en tante gaan ook. Naar het concert van Joe. En in zijn voorprogramma staat Bobby V. Een vriend van mij moest eigenlijk ook draaien vooraf. En dat gaat helaas niet door, omdat hij een andere boeking heeft. Super jammer, want het was echt leuk geweest als hij daarbij kon zijn. Maar oké. Okay. Ik heb trouwens de ballonnen nog steeds hangen. Maar het is nu echt een beetje een trieste bedoeling. Maar mijn familie komt voor kerst bij mij eten. Omdat ze dus hebben gezien dat bij mijn verjaardag toch best wel er leuk uitzag. En ik toch best wel veel ruimte heb. Dus dan hebben we weer tafels en stoelen gehuurd. En dan gaan we weer zo'n setting hier doen. Dus ik denk dat ik dan
ook weer extra ballonnen ga ophangen. Want ik vind dat toch best wel een leuk idee. Dus ik dacht, ja, hetgene wat blijft hangen, dat mag lekker blijven hangen. Dat scheelt in werk. Guys, ik heb helemaal niet meer gefilmd. Maar goed, ik ben inmiddels klaargemaakt. Dit is de outfit. En Shirley is even een prullenbak zoeken voor de kauwgom. Mijn moeder die is naar het toilet. We hebben net een drankje gehad. En we zijn binnen. Bobby 4 is al begonnen. Dus we moeten nog even kijken waar we gaan staan. Maar I'm very excited. Evening guys, ik ben weer thuis. Het concert was echt heel erg leuk. Super gezellig ook. Ik was met mijn moeder, met mijn oom en tante, Shay en Sherily en Cheryl. Zoveel bekenden tegengekomen, maar het was echt super leuk. Het enige jammer was wel dat hij niet een vol uur heeft opgetreden. Maar ja, desalniettemin was het hartstikke gezellig. Ik heb 3 Red Bulls gedronken in totaal. En het was niet een heel goed plan. Want ik heb echt al ruim een uur last van hartkloppingen. En ik snap ook niet waarom ik er 3 heb gedronken. Zeg maar 1 was al prima. Bij de 2e begon ik het al lichtjes te voelen. En die 3e heeft er echt voor gezorgd dat ik nu gewoon me niet helemaal lekker voel. Maar goed, ik ben thuis. Ik ben gedoucht. Ik ga lekker slapen. Morgenochtend om 10 uur heb ik een online meeting en die duurt gelukkig maar een half uurtje, maar daar moet ik wel even fris en fruitig voor zijn. Het is namelijk de start van iets nieuws wat ik ga doen en ik ga het nog niet met jullie delen, maar ja, het is een hele nieuwe uitdaging die ik aanga en ik heb er super veel zin in. Ik ga jullie wel op de hoogte houden natuurlijk van hoe het proces verloopt, maar wat het precies is hou ik nog even voor mezelf. Dus dat is morgenochtend om 10 uur. Dus ik ga nu lekker slapen. Het is nu net 12 uur geweest, 10 over 12. Ik ga mijn nest in. En ja, ik ga morgen na mijn meeting even langs Sherily. Gaan we weer mee zo doen. En dan hebben wij ook samen een online meeting. Daarvoor moest ik trouwens nog iemand appen. Dus dat ga ik nu doen. That's it guys. Ik ga lekker mijn bonnet opdoen. Waar heb ik die gelaten? Hier ergens. Oh ja, ik zit er bovenop. En dan ga ik slapen, zo. Ja, hier vind ik niks aan gedaan, hè? Sinds het is gekomen. Ik heb die staart losgemaakt. Jongens, het is onze laatste nachtdienst. Dit is mijn nieuwe look geworden. Depression hair. Ik kon niet slapen van de hartkloppingen. Echt, het gaat helemaal tekeer. Ik snap niet hoe jullie dat hebben. Ja, het is echt verschrikkelijk. En ik weet het ook. Wil je voelen? Het is echt een ramp. Erg, hè? Ja, het is echt niet oké. Het voelt echt alsof ik gewoon any minute een paniekaanval kan krijgen. Zo voel ik me nu. Nou, ik kan 1-2 bellen. Nou, Mark appte mij dus net en ik kon niet slapen, dus ik zag het toevallig. En toen vroeg ze of ik toch nog een nachtdienstje wilde draaien. Ik word er niet voor betaald, helaas. Weet ze wel waarom je nachtdienst? Ja, dat heb ik uitgebreid verteld vanmorgen. Oh. Dus ik ga nu hier zitten lezen en Mark gaat leren en dan zullen we wel zien hoe laat we in slaap vallen. Het is nu 00:35. Heb je een streven? Praat je met mij? Ja, wat is je max voor vandaag? Ik ga wakker blijven. Alweer? Ja, ik heb het in de ochtend, anders werkt het niet. Oh, wat erg. Nou, dat is wat ik niet ga doen, maar ik hou jullie op de hoogte. Wat wil je zeggen? Nou, ik lijk echt op een dooie. Ja, en ik dood. Hij stelt ook. Oh ja, daar is hij. Daar is hij. Het is 4:15 en het is echt genoeg geweest. Ik heb al 10 minuten geslapen eigenlijk. Ja. En ik ga nu naar huis. Dit werkt ook niet langer. Succes. Mailers. Dit gedeelte zul je het meest nodig hebben. Als je ons wil mailen, doe je dat hier.
Dit is een contactformulier. Vraag voor, nou, dan kun je kiezen tussen de klantenservice en voor ons studiebegeleiding. Klaargemaakt en al. Ik heb dit heerlijke pak aan van House of CB. Nou, misschien is het ook handig als je drukt waar je naartoe moet. Het is dus de hele tijd aan het regenen. Maar ja, ik ga direct de auto in en de auto weer uit. Dus het is niet echt nodig om mijn jas aan te doen. Goedenavond, jongens. Goedenavond. Goedemiddag, jongens. Goedemorgen, jongens. Jesus. Goedemorgen. Ik ben onderweg naar de gym. Vandaag heb ik training van Kevin. En ik kijk er tegenop. Ja. Ben ik nerveus? Ja. Want trainingen van Kevin zijn echt not a joke. Like, ik heb 1 of 2 keer eerder volgens mij met hem getraind. En ik, volgens mij moest ik de eerste keer sowieso bijna kotsen. Nou ja, de allereerste keer bij David had ik dat ook. Maar I'm scared, y'all. I'm really scared. Oh, ik heb het zo koud. Ik heb het zo koud. Ik heb echt... Oh. Gewoon, like... Bijna 2 uur met Kevin gesproken. Ik denk dat ik eerst even snel een warme douche ga nemen. En dan ga ik de afwas doen. Oh. En dan ga ik eventjes liggen, man. Want ik merk echt, ik ben heel moe. Vanavond is dit ook. Ik ga er naartoe. Ik moet nog kijken wat ik aandoe. Want de dresscode is all black. Nou, dat moet niet heel moeilijk zijn voor mij. Maar ja, ik moet wel even kijken wat ik aan ga doen. Guys, ik heb echt geprobeerd... Met alle macht die ik in mijn lijf had om een powernap te doen. Nou, het is er echt alles behalve van gekomen. Ik ben net onder de douche vandaan gekomen. Ik ga me nu klaarmaken. Ik ga beginnen met mijn haar krullen. En dan ga ik mijn make-up bij Marie doen. En dan gaan we samen eten. En daarna ga ik me aankleden thuis en ga ik er vandoor. Ja, helemaal top. En ik was helemaal vergeten dat ik deze jumpsuit nog... in de kast had hangen, maar die moet ingenomen worden. En dat gaat Fix by Marie lekker doen. Privileges. Kijk, hij heeft echt zo'n heel schattig detail zo. En ik heb mijn oorbellen erbij laten matchen. Dat leuk, hè? Nu pas. En je makker? Ja, die staan daar. Dus dit gaan we eventjes innemen. Dan heb ik tenminste nog een beetje taille. En dan deze eronder. Maar ik weet dus absoluut niet... welke tas ik erbij moet doen. Ik denk maar gewoon die zwarte. Ook een zwart, want je mag geen andere kleur. Oké, guys. Hij is ingenomen. En kijk even. Hij valt nu zoveel beter. So, this is the outfit of the night. En I'm gonna go now, want ik ben al een beetje aan de late kant. Goedemiddag, jongens. Ik ben klaargemaakt, aangekleed om te gaan trainen. Ik ga richting Kes, gaan we samen sporten. En daarna gaan we naar mijn nicht. Zij organiseert een kerstdiner, dus ik heb net snel mijn outfit bij elkaar gezocht. Gisteren na ditto, ik ben gelijk naar huis gegaan. En ik heb vanmorgen al mijn wimpers eraf getrokken. Het is echt heel erg, maar... als ze ook maar een beetje beginnen uit te vallen tegenwoordig, voel ik gewoon de need om alles eraf te trekken. En ja, ik denk dat ik tot de conclusie ben gekomen dat, hoe mooi ik het ook vind, dat ik toch voorlopig geen wimpers meer ga zetten. Misschien dat ik het volgende zomer of zo weer doe als ik denk van oké, nu vind ik het leuk om elke dag die look te hebben. Maar tegenwoordig vind ik het gewoon zo fijn om helemaal niks te hebben. Dus dan wordt het gewoon strips plakken. Op de dagen dat ik het nodig vind. Ja, ik ga nu de deur uit. En jullie zien mij straks. Nou, Kes en ik hebben ongeveer, wat is het, 1/2 uur op de loopband gestaan. Heel veel meer tijd dan dat hadden we niet. Dus we zijn nu bij haar. Ik heb even snel shake gemaakt. En dan ga ik nu snel douchen. Ik was jullie helemaal vergeten te vertellen wat mij gisteren is overkomen. Ik ging naar het toilet. En... ik dacht al van oké, shit. Ik heb sowieso hulp nodig met het open en dichtmaken van deze jumpsuit. Dus mijn zus zei al van ja, vraag gewoon een van die meiden. Dit is een hele kleine handdoek. Vraag gewoon of een van die meiden met je mee wil lopen. Want er waren gewoon verschillende meiden die ik kende. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik kom vast wel iemand tegen op de wc. Ik heb geen zin om iemand helemaal weg te halen van het feest.
om met mij mee te lopen naar het toilet. Dus ik loop naar het toilet. En er zijn daar twee meiden. En ik zeg, zou een vriendin me misschien willen helpen met het openen van mijn jumpsuit? Ik zeg, ja tuurlijk. Dus ze maakt het haakje open, ritje open. Ik ga naar het toilet. Ik kom eruit. Ze stond daar gelukkig nog steeds. Dus ze zei, ja ik had al gewacht. Ik dacht, dan help ik je ook weer met het dichtmaken. Nou, hartstikke lief. En ze wilt hem dichtmaken en het gaat maar niet en het gaat maar niet. En ik hou vast van boven en zij houdt vast van beneden. Want je hebt toch soms van die ritjes die zijn gewoon vervelend. En ze trekt en ze trekt en ze trekt. En er komt een beweging in en ze zegt... Oh. En ik denk, hij is stuk. Dus ik zeg tegen haar, hij is stuk hè, moeder. Ja, hij is stuk. Toen dacht ik, oh, dat meen je niet. Want ik had er niks over aan. Dus ze ging het echt nog proberen erin te stoppen, te doen. De vriendin probeerde nog te helpen. Nou, dat ging helemaal nergens over. Uiteindelijk kon ze het haakje nog wel dicht doen. En ze trekt ineens haar blazer uit en ze zegt, doe mijn blazer maar aan. En ik denk, oh mijn god, zo lief van haar. En gelukkig kon zij überhaupt haar outfit dragen zonder blazer. Dat was ook echt een super mooie blazer. Gelukkig paste helemaal bij de outfit. Dus zij die aantrekken voor mij... Haakje dicht doen en ik denk, oh, dit ga ik echt niet lang volhouden. Gelukkig was het echt al bijna aan het einde van het feest. Maar ik stond daar en die blazer was super oversized, dus dat was heel fijn. Maar ik dacht, oh, één verkeerde beweging en dat ding schiet los. En ja hoor, einde van het feest, we staan buiten te praten. We zijn aan het kijken, gaan we wel of niet naar Punto. En het haakje schiet los. En ik voel gewoon, tjik, het knapt. En ik pak mijn jumpsuit vast en ik denk... Tijd om naar huis te gaan. Dit was echt jouw teken om naar huis te gaan. En ik hield het zo vast. Ik zeg, jongens, ik ga. Fijne avond. Nou, in de auto, jumpsuit uitgetrokken. Oh, echt wat een drama. Dus ik heb haar net even een berichtje gestuurd, want ik had natuurlijk haar nummer genomen. Dus voordat we weggaan, breng ik even haar blazer terug. Meiden op het toilet maken gewoon altijd wat mee. Echt, het is een ongeschreven regel. Guys, we zijn onderweg. Ik heb geen outfitcheck gedaan, dus ik ga even een snap die ik had gemaakt van mijn outfit, edit ik even hierachter. En dan kunnen jullie dat gewoon zien. Ik heb mijn haar niet opnieuw gedaan. Ik heb het gewoon uitgeborsteld na gisteren. En even een zijdedoek hierop gedaan, zodat het wat platter werd. En we zijn nu aan het tanken en het jaal me de weg op. Veel gesprekken in hotels. Schat, ik hoor je niet thuis. Ik hoor alleen maar gefluist. Goedemiddag, guys. Mariam, mag ik even vloggen? Met wat? Ik zei, mag ik even vloggen? We zijn thuis, Kes is hier, Mark komt zo en Ines komt ook. En ik wil jullie even laten zien wat ik heb gekocht in de H&M sale. Dit is nog niet mijn hele pakketje, maar ja, dit is het eerste wat is gekomen. Dit is een vest en het heeft zo'n Yeezy-achtige vibe. Ik heb maat S genomen en dit is de artikelcode. Hij is in de sale en ik weet niet meer hoeveel ik hiervoor heb betaald. Dan hebben we deze. Dit is een soort van kaki... Ja, wat is dit? Een pilotenjasje noemden ze het volgens mij. De kleur komt niet helemaal tot zijn recht, zie ik. Deze heb ik in maat M genomen. En dit is de artikelcode daarvan. Ik heb ook een... Even kijken. Een korset genomen. En hiervan heb ik dus ook de jurk, maar die is nog niet binnen. Deze heb ik ook... Welke maat had ik nou? Oh ja, maat S. Maar hij zit dus best wel... Een soort van grootachtig. Dus hiervan had ik een XS kunnen nemen. Maar goed. Ik heb net bij de Pri deze geweldige body shimmer oil gekocht. Zoals jullie zien, 5 euro. En ik ben echt heel benieuwd hoe mooi deze gaat zijn als je hem opsmeert. En heb ik nog iets gehaald bij de Action. Where is it? En dat is dit. Fabric freshener in de geur... Apfelstrudel. Deze rook echt super lekker. En dit kan je dus op je kussens, op je ja, bank, et cetera, kan je dit zetten. Oh shit. Marie gaat straks thee voor ons maken en mijn broertje komt ook hierheen. En we zijn de hele dag in de kou geweest buiten. Dus we gaan lekker op de bank chillen en film kijken met thee en snacks. Meer H&M. Deze heeft Marie voor mij besteld. Want ik had mijn bestelling al geplaatst. Ja, dit is top. Top, nog zo'n heksenschoen. Ja, letterlijk. Oh, I love it. Ik kom wel bij mijn glitch eten. Oh my god, ja.
zoals jullie zien, lijkt op een Oompa Loompa. Ik ben een beetje losgegaan met de zelfbruiner gisteren. Nou, dit gaat echt helemaal nergens over. Ik ben nu onderweg met Mar, met haar broertje, met mijn broertje naar Vaas Bakery. Want wij gaan lekker pancakes eten. En dan gaan mijn zus, mijn vader, mijn oudste broertje en ik door naar mijn oom. Daar hebben we vanavond kerstavond. En ja, ik ben dus al aangekleed in de feeststemming. Maar die kleur op mijn gezicht, weet je waar het is misgegaan? Ik had zeg maar, normaal smeer ik alleen de leftovers zeg maar, op mijn gezicht. Nou, geen pompje, letterlijk een druppeltje. Het was zo'n stukje schuim wat ik op mijn gezicht heb gesmeerd. Nou, dit kan echt niet. Maar je gezicht kan je best niet met concealer bijwerken. Ja. Ja, kijk, dit is wel oké. Okay. Ja, dit maakt niet uit, maar die, dat gezicht. Zo'n kleine handbagage voor mij. Ik hoop heel wat te bedoelen. Ja. Nou, eigenlijk ook als ik hier. Hoe dan? Ik heb een nieuwe bal. Dat gebeurt op een middag. Is dat zo? Ja, geen maar. Absoluut. Die is wel moeilijk, natuurlijk. Guys, ik ben weer thuis. Ik ben omgekleed. Mijn make-up en zo ga ik er zo afhalen. Ik ga nu lekker opruimen, schoonmaken, even mijn huis een beetje appropriate maken. Alvast voor morgen. Morgen komt mijn familie bij mij kerst vieren. En de verbouwing van de meubels, dat ga ik morgen alvast doen. Maar ik ga er in ieder geval nu voor zorgen dat alles een beetje aan kant is. Dus dit weg. Alvast heb ik eigenlijk niet in staan, maar gewoon even alles een beetje nalopen. Heerlijk gegeten bij mijn oom en tante. Ik had net al even aan mijn haar geroken, maar gelukkig ruik ik niet naar eten. Dus ik hoef het niet opnieuw te wassen. Good morning guys. Eigenlijk goedemiddag en Merry Christmas. Kinda, sort of. Wat gebeurt hier? Ik ben mijn make-up aan het doen. En Kisha is bezig met haar... Ik kijk naar mijn make-up en ik denk echt, this ain't it. Maar misschien als ik zo meteen helemaal klaar ben, dan zit het wel goed. Anyways, Kisha is haargerecht van de dag aan het maken. Ik ben, zoals jullie zien, me nog aan het klaarmaken. Mijn moeder komt zo meteen hierheen en ik heb de boel al een beetje verschoven. Ik moet alleen kijken waar dit stuk bank zo meteen nog naartoe gaat. En we moeten nog versieren, we moeten de tafel nog dekken. Ik moet nog, nou ja, vuil naar beneden gooien, dat kost niet heel veel tijd. Maar mijn haar doen en... Ik moet mijn appeltaart nog voorbereiden. Ik ga hem wel pas in de oven doen tegen de tijd dat we bijna klaar zijn met het eten, zoiets. Maar there's still a lot more to do en ik heb nog een uur en 10 minuten, dus I'm gonna hurry up. One time.